Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Wij hebben de tip gekregen dat er best goed vuurwerk zou liggen bij de Xenos. Dus ik en Desley waren even naar de mall gegaan in Leidschendam. Daar heb je ook een Xenos zitten. De dichtstbijzijnde voor ons natuurlijk. In Delft is die er niet meer. Daar zijn we naartoe gegaan en die beelden zien jullie nu. We zijn op dit moment in de Xenos. Zoals jullie zien, vuurwerk. Waaronder knetterlinten. Ik ga er even een pakje van meenemen. Alles van Weco. Billy crackers. En deze jonge kerels. Ook weer van Weco. Alleen hier, fonteintjes. Dit pakket heb ik nog niet eerder gezien. Mega fonteinen. Raar design. Ja. Maar zelfs bij de Xenos heb je dus vuurwerk, jongens. Gaan we nu even naar locatie en dat gaan we nu even afsteken. Ik sta nu op locatie om het even allemaal uit te testen van de Xenos. Ik was vorig jaar hier niet geweest. Maar zoals jullie net al hebben kunnen zien, heel veel van Weco. Ja. Maar ik hoor jullie denken van alweer Weco. Dat klopt. Het lijkt wel eens of Weco ook verschillende kwaliteitsproducten hebben. Die knetterlinten van de Lidl waren wel gewoon goed, ook Weco. Die van de Hema waren weer prut. Dus misschien is dit ook wel heel goed. Je weet het nooit, oude badges bijvoorbeeld. Of het heeft heel erg lang ergens op een droge ruimte gelegen. Billy crackers, we hebben alles gehad dat je daar had, behalve sterretjes. Nee, knetterlintjes. Knetterlinten. En? En het fonteinenpakket. Ja, we waren laatst natuurlijk ook bij de Xenos. Maar deze was maar een tientje. Voor 10 stuks. En dat valt dan wel weer mee als je weet dat daar bij de top 1 toys voor 22,50 hele grote pakketten lagen. Voor dezelfde hoeveelheden aan fonteinen. Precies. Waar zullen we mee beginnen? Knetter shots. Knetter shots. Nou, die van de Hema waren we heel erg verrast door. Dat was ook van Weco, toch? Was ook Weco. Dus ik denk dat deze wel goed. Nou, we beginnen even met de knetter shot. Het zou niet heel uniek zijn. In plaats van de crackling shot van de Lidl hebben ze hem hier de knetter shot genoemd. Gewoon lekker op zijn Nederlands. Nou, twee tegelijk, zoals ook bij demo's doen. Wow. Oh, en een fluit. Oh. Kijk, en die valt dan weer niet tegen, gelukkig. Toch? Ja, die waren goed. Deze was volgens mij 3 euro voor een pakje. Die waren wel lachen. Die waren wel geinig, ja. Grappig dat Weco eigenlijk bijna bij elke winkel ligt. En ik heb gehoord dat een van de 3 fabrieken van Weco moet sluiten vanwege het feit dat er nu alweer een vuurverbod is. Zonde. Er zijn heel veel geruchten namelijk dat Weco failliet is, maar er is dus 1 fabriek die heeft moeten sluiten. Ja, dit is wel echt goed vuurwerk. Ja, man. Zeg je heel eerlijk. Uit. Nou, dan gaan we nu even de knetterlinten testen. En daar ben ik heel erg benieuwd naar, want bij de Hema waren ze heel slecht. Maar bij de Lidl waren ze weer heel goed van Weco, dus... Het is wel een onthulling, hè? Het kan of goed zijn of slecht. Ik denk slecht. Zo. Want de goede laatste komt natuurlijk even een druppeltje Lidl op. Ja, slecht. Zie je? Dit zijn de Hema knetterlinten. Ik ben bang dat dit de toekomst is van de knetterlinten, man. Kom hier. Zet ik eens even eentje aan? Ja. Ik ben dus echt bang dat dit de toekomst is van de knetterlinten. En dat je de knetterlinten die nu bij de Lidl lagen laatst, zijn inmiddels al lang alweer uitverkocht. Ja. Dat dus de badge was van een paar jaar geleden nog. Ik denk dat dit de toekomst is, man. Helaas. Ja. Zal wel fokt op zijn. Echt door naar het mega fonteinenpakket. Nou, is dat dan wat? Ik denk van wel. Zullen we alles even neerzetten? Ja, nou ja, ik hoop van wel. Het zijn wel wat grotere dingen, man. Beetje van die Aldi van de juiste statten. We doen dit echt om aan jullie te laten zien of het de moeite waard is. Voordat jullie straks heel veel geld gaan uitgeven aan hele dure producten die niet goed zijn. Sta je daar om 12 uur met je pruttellint, weet je? Je buurman van de Lidl. Maar wel allebei Weco. Kijk. Yes. Stoke. Ja, ben gek. Even 2 nu. Oh. Lachen? Ja, alleen maar... Als er geen knetten bij komen, dan vind ik ze wel weer standaard, hoor. Red Green Star Fountain. Okay. Ja. Dat is allemaal Weco. Zijn wel slim geweest, Weco, man. Echt ingespeeld op het verbod. Ja, die doet het niet eens. Hé, hey, die weigert gewoon, gek.
Dat is een euro weg. Want er staat er 10 in een pakje voor een tientje. Gaan we nu even naar zo'n eentje. Hoe heet ze eigenlijk? Silver Fountains. Nou, twee tegelijk. Alsjeblieft, laat dit dan wel wat zijn. Zo, die komt wel hoog. 5 meter. Ja, die zijn dan wel weer lachen. Maar het is dus een pakket zonder cracklin. Ja, ja. En dat is erg zonde. We hebben dus, daar hebben we dit dus voor, hè? Ja, de pillycrackers hebben we dus wel. Maar ik ben niet zo'n fan van pillycrackers, man. Eigenlijk zijn dat gewoon knetterballetjes zonder bal. Klopt. Maar hoe zijn deze dan? Ja, gewoon van de Lidl natuurlijk. Die dus laat... Ja, jongen. Oké, toch? Ja, ik vind het niet zoveel voorstellen, man. Heel eerlijk gezegd. Een levensgevaarlijk heksenkrintje. Zijn ze dan een paar bij elkaar wel goed? Er kan wel veel vonk af. Dat is toch wel leuk. We waren eigenlijk heel juist verrast door de dinges, hè? Intertoys. Ja, klopt. Daar waren we echt verrast door de kwaliteit. Kijk. En voor de rest zijn we best wel teleurgesteld in de rest van de winkels. Maar goed, kennelijk is dit dus het kat 1 van de toekomst. Om het toch nog spectaculair te maken, hebben we dus nog 3 van die knettershots. En alle pillycrackers uit het pakketje. Nou, dat wordt lachen. Wat een spektakel. Hey, je hoort het verschil, hè? In knetters. Ja. Daar zit dus best wel een goede knetter in. Steek die ook maar even aan. Kijk uit voor je jas. Er komen veel fonteinen en veel dingen af, man. Maar deze is wel hoog, hè? Er komen veel fonteintjes vanaf. Hey. Kijk, deze is wel hoog, man. Als je er nou naast zou staan, dat ding komt hoger naar jou. Ja, maar toch, ik zou het pakket laten liggen. Misschien als er verder niks meer is, kan je hem halen, maar ik hou toch meer van crack. Het is wel leuk voor alternatief. Klopt. Zeg maar. Ja, doe maar, man. De rest ook. Dat gaat niet lukken natuurlijk. Nou, gelijk die andere in de fik. Daar komen kleurtjes uit. Vuurwerk circus. Ja, nu die andere. Ja, je kan nog, je kan nog. Nee, dat doe ik niet, joh. Ik moet mijn jas toch zo. Kijk, des daarnaast, kijk hoe hoog het komt. Ah, deze, precies deze dan weer laag, hè? Nou, Xenos ook getest. Geef het een 6, man. Deze misschien dan. Nou, puur spugen. Meer niet. Deze komt er tegen eens. Zeker, man. Alleen die knettershots dus. Net als bij de HEMA. Alleen die knettershots zijn de moeite waard. Eentje om het af te leren. Dan kunnen we alles opruimen. Nou, hoor. Ja, dat weet je wel. Ja, 2 meter inderdaad. Zo, hè? Ja, dit is echt leuk voor de jongste mensen, maar... Hey, weet je welke ik mis? De Colorconics, man. In België. Zo, dat waren fonteinen, gek. Als je het aan mij vraagt, ook de Xenos kan je beter laten liggen. Het enige wat je wel kan halen zijn natuurlijk die knettershots. Zoals de Cracklin shots bij de Lidl. En ik weet niet meer hoe ze bij de HEMA heten, maar daar waren ze ook goed. Die kan je in ieder geval wel halen. Die knetters zijn overduidelijk veel harder dan wat er in die pruttellinten zit. Ik hoop dat volgend jaar de echte knetterlinten weer terugkomen. En dat het niet iets nieuws is om straks die knetterlinten veel zachter te maken. Want ook al doe je er een hele berg van, alsnog blijft het weinig spektakel. En ja, dan blijft er weinig over. Want ik zeg je eerlijk, het leukste categorie 1 vuurwerk blijft op dit moment knetterlinten. En als die verdwijnen, dan is het wel klaar. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Mochten jullie nog tips hebben naar welke winkel we moeten gaan, laat het weten in deze video hieronder. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En morgen om 4 uur zijn we terug met een nieuwe video.